Dit verhaal gaat over wat er op een dag gebeurde in het Honderdbundelbos. Het was niet zomaar een dag. Dit was een dag waarop Winnie de Pooh iets vergat. Oh ja? Trommels. Weet je, ik kan me ook niet herinneren wat ik vergeten ben. Weet jij het misschien? Pooh, om daarachter te komen, moeten we het verhaal vertellen. Oh, natuurlijk. Kom ik erin voor? Ja, zeker. En een speciale vriend van je. Roe. Dat ben ik. Op deze bijzondere dag speelden Roe en Pooh haasje over. Maar toen, opeens... Oh, drommels. Wat is er, Pooh? Geen honing meer. Dat komt ervan als je eet tijdens het springen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Huh? Wat is dat wat ik niet goed hoor? Dat is Janneman Robinson! Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Perfect! Hoi, Janneman Robinson. Wat ben je aan het doen? Hallo, Roe. Hallo, Poebeer. Het is zo'n mooie dag. Ik dacht, we vieren een feestje. Iedere dag is een mooie dag voor een feestje. Dit is een bijzonder feestje. Dit is een Amerikaans feestje. Wat voor feestje? Amerikaans. Iedereen neemt wat mee en dat deelt hij dan met de anderen. Zoals potten honing? Je mag meenemen wat je wilt. Speelgoed of versiering of honingzoete dingen. Er is maar één regel. Je moet voor iedereen één ding meebrengen. En hoeveel is dat dan? We zijn met z'n tienen... Dus je moet 10 dingen meebrengen. Maar hoe weet ik hoeveel 10 dingen zijn? Door te tellen. Maar, ik kan nog niet tellen. Dat is niet erg. Pooh leert het je wel. Oh ja? Natuurlijk. Ik heb je vorige week toch leren tellen? Oh ja. We hebben honingpotten geteld. En heb je daarna nog vaak geoefend met tellen? Iedere dag, Janneman. Als je wilt leren tellen, moet je gewoon veel oefenen. Op het feestje zijn we met z'n tienen. En we moeten allemaal één stoel hebben. Daar gaan we, Poebeer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 stoelen. Dus dat zijn 10 stoelen voor 10 gasten? Dat is helemaal goed, Roe. We hebben ook 10 borden nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 borden. Snap je het, Roe? Wauw, tellen is leuk. Zijn er nog meer cijfers dan 10, Janneman? Oh, heel veel meer. Maar omdat er straks maar 10 gasten zullen zijn, hebben we alleen de eerste 10 cijfers nodig. Joepie, ik wil ook leren tellen. Dat wordt geregeld. Help me maar met het tellen van 10 honingpotten voor het feestje. Dat is een geweldig idee, Pooh. Maar kom snel terug, want het begint om 3 uur. Ga je mee, Roe? We moeten voor 10 uur 3 honingpotten tellen. Je bedoelt 10 honingpotten voor 3 uur. Die ook nog. Malle ouwe beer. Wanneer gaan we tellen? Nu. Ben je er klaar voor? Ja! Daar gaat hij dan. 1, 2. Het cijfer dat na 2 komt. 5. Weer 1? Nee, 3. Of is het 4? Pooh,
Is er soms iets? Ik ben vergeten hoe je moet tellen, Roe. Oh, nee. Heb je dan niet geoefend? Jawel, maar ik heb geoefend met kauwen. En niet zo vaak met tellen. Maar nu kunnen we niet naar het feestje, Poelbeer. Waarom niet? Omdat je daarvoor 10 dingen mee moet nemen. En als je niet kan tellen, weet je niet zeker of je er 10 hebt. Oh, drommels. En als jij jouw 10 dingen niet kan tellen, kun je mij ook niet helpen met mijn 10 dingen. Dubbele drommels. Ik weet het! Ik zal leren tellen. Dan zorg ik dat jij het ook weer weet. En dan tellen we onze 10 dingen allebei. Geweldig! Het komt goed, Poel. We gaan allebei naar het feestje. Ik ben zo terug. Tellen? Hoehoe! Dan ben je hier aan het juiste adres. Mijn oud-oom Edgar was de deken van de telfaculteit in de volière van Oxford. Ik begeleid je graag op het pad der numerologische kundigheid. Bedankt, uil. Er zijn net zoveel mooie dingen over tellen te leren als dingen om te tellen, zodra je ze geleerd hebt. Het allereerste wat je moet leren zijn cijfers. Weet je wel wat cijfers zijn, Roe? Cijfers zijn dingen waarmee je iets telt. Hoehoe, correct! Weet je dat er overal om je heen cijfers zijn, waar je ook heen gaat, iedere dag? Echt waar? Reken maar. Kijk maar, hier is een 5. En daar is een 1. En die cijfers geven de dagen van de maand aan. Zijn dat ook cijfers? Oh, nee, nee. Dat zijn letters. Wat is het verschil? Letters zijn dingen waarmee je woorden schrijft, zoals kanarie, een theekopje. En cijfers gebruik je als je wilt tellen hoeveel er van iets is. Zeg, Roe, zie jij misschien nog meer cijfers om ons heen? Ha? Huh? Daar zijn ook cijfers. Hoho, ja inderdaad. Dat is de vogelencyclopedie. Deel 1 tot en met 12. En daar. Fantastisch, Roe. En daar nog meer. Met behulp van de cijfers op de klok weet je hoe laat het is. Oh, wanneer is het 3 uur? Over 1 uur. Waarom vraag je dat? Ik moet opschieten. Al die cijfers die ik moet leren en ik weet nog niet eens hoe ze heten. Elk cijfer heeft zo zijn eigen naam. En net zoals je de namen van je vrienden onthoudt, onthoud je ook de namen van de cijfers, Roe. Maar het zijn er zoveel. Hoe moet ik ze onthouden? Mijn nicht Edna zong vaak een cijferliedje voor me. Toen ik nog maar een heel jong uiltje was, misschien helpt dat. Tellen, tellen, dingen kun je tellen, alle cijfers op een rij. Tellen, tellen, dingen kun je tellen, tel je vrolijk mee met mij. Tellen, tellen, dingen kun je tellen, alle cijfers op een rij. Tellen, tellen, dingen kun je tellen, tel je vrolijk mee met mij. In één spiegel hartstikke idee, wij met z'n tweeën het cijfer 2. Kijk, 3 potten, zie je die? Ik denk van wel. 1, 2, 3. Hoehoe, het cijfer 3. 1, 2, 3, 4 ramen. Hier ook boven 4, het cijfer 4. Tellen, tellen, dingen kun je tellen. Alle cijfers op een rij. Tellen, tellen, dingen kun je tellen. Tel je vrolijk mee met mij. Hoehoehoe, blij zijn wij. We staan met z'n 5 op het schilderij. 1, 2, 3, 4, 5 herken je mij? En 6 foto's, 6 totaal. Tel ze snel, tel ze allemaal. 7 hoge balken in een lange rij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8 bloemen maken deze vlinder blij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tellen, tellen, dingen kun je tellen. Alle cijfers op een rij. Tellen, tellen, dingen kun je tellen. Tel je vrolijk mee met mij. 9 ruusjes bij de open haard. Tel maar, het is de moeite waard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wauw, het is me gelukt. Tellen we verder? Nou en of, 10 kleine vogeltjes op een tak. Tel maar mee op je gemak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tellen, tellen, dingen kun je tellen. Alle cijfers op een rij. Tellen, tellen, dingen kun je tellen. Tel je vrolijk mee met mij. Tel je vrolijk mee met mij. Wauw, kijk eens hoeveel cijfers er zijn. Dit is alleen nog maar van 1 tot en met 10. En als ze opraken? Oh, dat is nu het fantastische van cijfers. Ze raken nooit op. Waren koekjes maar net als cijfers? Bij koekjes horen kopjes thee. En ik moet 10 kopjes naar Janneman brengen voor het feest begint. Morgen gaan we verder met tellen. Maar ik moet vandaag leren tellen. Als ik Poe niet help met tellen, kunnen we niet naar het feestje. Is hij het weer vergeten? Uh-huh. Oefent met kouwen en niet met tellen? Ja. Oh, altijd hetzelfde. Alsjeblieft, hier kun je mee oefenen. Wees geduldig, iets nieuws leren kost tijd. Ik ga zo snel als ik kan oefenen voor het feestje. Ik bewonder je daadkracht, jongeman. En omdat je zo'n haast hebt, raad ik je aan om een bezoek te brengen aan onze vriend Konijn. Hij is een van de snelste tellers van het hele 100 Bunderbos. Doe ik! Bedankt, Aal! 1 aardappel, 2 aardappels, 3 aardappels, 4 aardappels, 5 aardappels, 6 aardappels, 7 aardappels. Hallo, Konijn! Kijk eens wat ik heb! Oh, zijn dat cijfers? Aha. 1 tot en met 10. Ik wil leren tellen. En volgens Uil ben jij de snelste teller van het hele bos. Oh, tja. Ik heb de 100 bunder bijentelwedstrijd 3 keer gewonnen. Of was het 4 keer? Kun je het mij leren? Bij mij ben je bij het juiste konijn. Wist je dat er overal cijfers zijn? En dat ze anders zijn dan letters? En dat elk cijfer een naam heeft? Ja. En dat de... Oh, dat wist je? Uh-huh. Maar ik wil dat je me nog meer leert. Ik? Echt waar? Nou, kom dan maar mee. Ik wilde net 10 wortels gaan tellen voor het Amerikaanse feestje. Oh, mag ik het proberen? Natuurlijk. 1, 2, 5, 8, 4, 3, 10, 9, 6 en 7! Dat is niet helemaal goed, hoor. Het zijn toch allemaal cijfers? Oh, zeker wel, maar ze moeten in de juiste volgorde. Moeten cijfers in een volgorde? Ja, dat is het belangrijkste bij tellen. Cijfers staan altijd in dezelfde volgorde. En die volgorde verandert nooit. Wat is die volgorde dan? Laat mij maar. 1, 2, 3... 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Is het altijd hetzelfde? Ja, altijd. Maar hoe moet ik dat onthouden? Daar is maar één manier voor: uit je hoofd leren. Uit mijn hoofd leren? Ja, blijf het herhalen en herhalen tot je het kan zeggen zonder na te denken. Doe je ogen dicht. En probeer elk cijfer dat je noemt voor je te zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oh. Heel erg goed. Toen ik nog een konijntje was, oefende ik dagen en dagen voor ik bij 6 was. Echt waar? Maar ik heb geen dagen en dagen.
Ik moet 10 dingen tellen voor het feestje. Ik tel ze met alle plezier voor je. Ik wil zelf leren tellen, zodat ik het poe weer kan leren. Oké, zeg me maar na. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Uitstekend. Nu gaan we met dezelfde cijfers de wortels tellen. 1, 2, 3, 4. Het laatste cijfer geeft aan hoeveel het er zijn. 1, 2, 3, 4. 4 wortels. 1, 2. 2 wortels. Ben jij niets vergeten? Huh? Oh, ja. 1, 2, 3. 3 wortels! Ik laat je een trucje zien dat ervoor zorgt dat je echt niets vergeet. 1, 2, 3, 4 wortels. Ik heb elke wortel aangeraakt tijdens het tellen. Op die manier weet ik altijd waar ik ben. En dus vergeet ik nooit iets. 1, 2, 3, 4. 4 wortels! Inderdaad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wortels. Exact. En nu moet je deze tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 is er iets, Roe? Hoe moet ik die tellen? Dat zijn geen wortels. Dat is het interessante van cijfers. Je kan er van alles mee tellen. Wortels, aardappels, wat je maar wilt. Ook honingpotten? Oh, natuurlijk. Joepie! 1, 2, 3, 4, 5. 5 aardappels. Hoeveel rode kolen zijn dit? 1, 2, 3, 4 rode kolen. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 radijzen. 1, 2, 3. 3 kroppen sla. 1, 2, 3, 4, 5 rapen. Oh, kijk. 1 pompoen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomaten. 1, 2 peulen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pompoentjes. Heel goed, Roe. Je kan tellen. Bedankt, konijn. Oh, en dan nu een speciale les. De dingen die je telt hoeven niet allemaal dezelfde dingen te zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 groenten. Uitstekend. 9? Het waren er toch 10? Dat klopt, maatje. 10 groenten! Wat is dat hier toch allemaal voor telkabaal? Nou, ik leer tellen. Hé, dat is super. Daar is je mama vast heel blij mee. Mijn mama? Ik moet gaan. Bedankt voor je hulp, konijn. Graag gedaan, Roe. Blijf tellen. Dat doe ik. Zeker weten. Hoi, mama. Oh, hallo, lieverd van me. Ik ben aan het leren tellen. Kijk, ik heb nu mijn eigen cijfers. Zo, zo. Dat klinkt heel erg spannend. Wat heb je tot nu toe geleerd? Oh, van alles. Dat ieder cijfer zijn eigen naam heeft. Dat ze in de juiste volgorde moeten staan. En het laatste cijfer geeft aan hoeveel er van iets is. Oh, lieverd, dat is fantastisch. Wil je me helpen met de cijfers in dit recept? Tuurlijk. Wat wordt het? Een taart voor het feestje straks. Eentje maar. Het is toch de bedoeling dat je 10 dingen meeneemt? Ik maak 1 taart en die snijd ik in 10 stukken. We werken van boven naar beneden. Hé, dat is een 2. Dat is een cijfer. En dat zijn letters. Daar spel je woorden mee, zoals kanarie en kalender. Heel goed, liefje. Je hebt gelijk.
Er staat 2 kopjes bloem. Mama, dat is een 1. Dat klopt. 1 ei. En dat is een 3. 3 theelepels kaneel. 5. 5 ons boter. Oh, kijk, en dat is een 8. En 8 appels. Wil jij ze voor me tellen? Ja hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ik ben het vergeten. Oh, dat geeft niets, liefje. Leren tellen kost een heleboel tijd en oefening. Maar ik heb niet zoveel tijd, want ik heb nog maar tot 3 uur. Oh, waar ga je naartoe, lieverd? Ik moet nog wat oefenen. Goed dan, ik zie je op het feestje. Oké. Hoop ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oh, waarom weet ik het nu niet meer? Hallo, Roe. Hoi, tijgertje. Ik verzamel dennige appel voor het Amerikaanse feestje. Oh, la la, mooi stelletje steentjes heb je daar. Neem je die mee naar het feestje? Ik weet nog niet eens of ik daar wel naartoe ga. Ga je niet? Hé, waar slaat dat nu weer op? Iedereen gaat erheen. Ik niet. En Poe Beer ook niet. Behalve als ik leer tellen en het dan weer aan Poe kan leren. Oh, laat me raden. Weer gekauwd in plaats van geoefend, zeker. Huh? Ja. Als ik niet zorg dat hij zijn 10 honingpotten kan tellen, kan hij mij niet helpen met mijn 10 dingen te tellen. En dan kunnen we allebei niet naar het feestje. Ik weet het. Wat jij nodig hebt, is een plan. Heb jij een plan? Of ik een plan heb, vraagt hij. Knul, ik heb een vuurdicht plan om te leren tellen. De STM, de stuitertastische telmethode. Helpt dat me leren tellen? Waar en wiesachtig. Hier is het patente geheim. In plaats van iets te tellen, moet je het bestuiteren. Zie je die steentjes? Weet je hoeveel het er zijn? 1, 2, 3, 4. Het geeft niets. Niet tellen, bestuiteren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 steentjes. Let goed op. 1, 2, 3, 4 boomstammen. 1, 2, 3 klefkleverige modderplassen. De beste in zijn soort. Doe maar, Roetje, nu jij. Kan ik dat dan? Je bent een natuurtalent. Na mij ben je de beste stuiteraar van het 100-punterbos. 1, 2, 3, 4 stenen. Fantasteloos! Behalve dat ene dingseltje dat misging. Weet je wat dat was? Jij deed 2 stuiters op 1 steen. Kijk, bij de stuitertastische methode moet je er altijd op letten dat je maar 1 stuiter per dingsel doet. 1 stuiter? Ja, kijk zo. 1, 2, 3 stenen. Oh, dat is net zoiets als dat konijn dingen aanreikt tijdens het tellen zodat hij niks vergeet. Ja, ik wist wel dat die konijnenman iets tussen die lange oren had zitten. 1, 2, 3 stenen. Hé, je hebt het door. Kom op, Roetje. We gaan stuiteren. Bestuiter de dingen die je telt, dan tel je vanzelf mee. Al gaat het om 100 of maar 2, tel zelf maar vanzelf mee. Die stuitertas, die stuiterhoe, stuitertel. Bestuiter de dingen die je telt, dan tel je vanzelf mee. En vertrouw maar gewoon op de cijfers, die volgen de volgorde van al die cijfers staat vast. Alle getallen kun je tellen, tel elk cijfer met 1 stuit. 1 wiebelige worm.
2 tulpen, 3 holle boomstammen, 4 kale kikkers, 5 fraaie varens, 6 bunkige bomen, 7 stapstenen, 8 bijige bekkies, 9 natte neusjes, 10 poedelige poeten. Bestuiterde dingen die je telt, dan tel je vanzelf mee. Al gaat het om 100 of maar 2, tel zelf maar vanzelf mee. Die stuitertast, die stuiteroe, stuitertel. Bestuiterde dingen die je telt, dan tel je vanzelf mee. Bestuiterde dingen die je telt, dan tel je vanzelf mee. Al gaat het om 100 of maar 2, tel zelf maar spring mee. Die stuitertast, die stuiteroe, stuiterspring. Bestuiterde dingen en tel mee, je stuitert springt en telt 1, 2. Bestuiterde dingen die je telt, dan tel je vanzelf mee. Ik wist niet dat tellen zo leuk kon zijn. Zolang je maar stuitert. En kan ik nu Poes honingpotten tellen? Roemaatje, als je telt zoals daarnet, kan je tellen wat je maar wilt. Dank je, tijgertje. Tot op het feestje. Hadipoe. Hallo, Roe. Ik help Knorretje met ballonnen opblazen. Straks neem ik ze mee naar het feestje. Hemeltje. Heb jij nu geleerd wat ik vergeten was, zodat je het mij kan leren? Wow! Wow! Ja, weet je wat ik geleerd heb? Ieder cijfer heeft een naam. En je moet elk ding 1 keer tellen, Poe. En het laatste cijfer geeft aan hoeveel er van zijn. Het is bestuitertastisch. Wow! Tjonge, jonge, heb jij dat geleerd? Mhm. Ik heb zelfs mijn eigen cijfers. Oh, geweldig. Mag ik ze gebruiken voor het tellen van mijn ballonnen? Natuurlijk. Hemeltje, ik weet zeker dat ik 10 ballonnen had, maar toch klopt er iets niet. Weet jij soms wat er mis is? Eens even zien. Elke ballon heeft een cijfer. Dat klopt. Ik weet het. De volgorde is niet goed. Als je telt, moeten de cijfers in de goede volgorde staan. En die volgorde verandert nooit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is de goede volgorde. Oh, je kan beslist ballonnen tellen. Maar geldt dat ook voor honingpotten? Natuurlijk. Met cijfers kun je van alles tellen. Dat hoop ik tenminste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 honingpotten. Hoera! Oh, goed gedaan. Ik wist dat je het kon, Roe. Nu kunnen we naar het feestje. Boekhoek, boekhoek, boekhoek. We zijn net op tijd. De boekhoeksklok heeft 3 keer geroepen en dat betekent dat we... Het is 3 uur. Dan moeten we er vandoor. Wow! Hallo allemaal! Daar zijn ze! Jullie zijn het gelukkig niet vergeten. Ik vergeet heel veel dingen, maar feestjes vergeet ik nooit. Had je soms moeite met tellen, Poe? Nee, ik hoefde niet te tellen. Roe deed het. Echt waar? Laat me horen, Roe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. Yo! 10! Bravo! Hoera voor Roe! Hoera! Grote jongen. Hij heeft alles van mij geleerd. En ook wat van mijn vrienden.
Roe telde mijn honingpotten. Ik wist niet meer hoe dat moest. Dat geeft niks, Poe. Tellen is niet makkelijk. Roe heeft er vast heel hard voor moeten werken. Ik ben zo trots op je. Maar ik moet wel blijven oefenen, anders vergeet ik het weer. Zal ik morgen bij je komen, Poe? Dan kunnen we samen oefenen. Dat is een prachtig idee. Kom maar om etenstijd. Malle ouwe beer. Hemeltje. Geen paniek, ik red hem. Help, help. Hou van je koortje. En hemmes. Dank je, Roe. Dat was heel aardig van je. Graag gedaan, Knoddertje. Oh, en hier is je kaartje. Oh, nee, Roe. Dat cijfer past meer bij jou. Echt waar? Zeker weten. Absoluut. Hoho, dat is perfectief. Oh ja? Ja, want jij bent de allerbeste teller van het hele 100 Pinterbos. Tellen, tellen, dingen kun je tellen, alle cijfers op een rij. Tellen, tellen, dingen kun je tellen, tel je vrolijk mee met mij. Tellen, tellen, dingen kun je tellen, alle cijfers op een rij. Tellen, tellen, dingen kun je tellen.